Hey hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van .Netflix. En de eerste aflevering in onze nieuwe .Net Core miniseries. Edwin, hi. Hi. Wij gaan de komende week heel erg in .Net Core duiken. Klopt, ja. We gaan .Net Core introduceren en ook ASP.Net Core. Ja, cool. Visual Studio 2017 die is uit. Ja, eindelijk. Dat is echt super cool. En we willen eigenlijk de komende weken, elke week een nieuwe video uitbrengen van .Netflix. Ja. En ik kan wel even laten zien, inmiddels hebben we de sessies op de site staan. We beginnen eigenlijk met de introductie van .NET Core. Ja. En dan gaan we kijken naar wat is nou eigenlijk de developer experience met .NET Core. Hoe bouw je nu applicaties voor .NET Core. We gaan kijken naar .NET Standard, wat dat betekent. En dan vervolgens gaan we ook overstappen naar ASP.NET Core. Wat het is, wat je ermee kunt doen. En je ziet hier een hele batterij met sessies die de komende weken aan gaan komen. Dus hou dat vooral in de gaten. En wekelijks nieuwe goodies over .NET Core en ASP.NET Core. Maar zeg, cool. Ja. Dus vandaag beginnen we eigenlijk met .NET Core. En ik wil eigenlijk even een stukje introductie doen van wat is eigenlijk .NET Core. Nou, .NET Core is eigenlijk een variant van het .NET Framework. Uh-huh. We kennen het .NET Framework natuurlijk al jaren, die gewoon op Windows geïnstalleerd wordt. Maar dit is een specifieke versie die ook cross-platform is. Okay. Dus het is eigenlijk een, ze noemen het wel eens een afgeslankte vorm van .NET. Maar inmiddels zijn alle API's er wel zo'n beetje in. Als het gaat om server-side computing, dus dingen als WPF bijvoorbeeld, dat soort frameworks, die zijn natuurlijk niet cross-platform, dus die zitten er niet in. Maar het is gewoon een volwassen platform, het is ook supported by Microsoft natuurlijk, dus je kunt daar gewoon mee aan de slag. Maar moet ik dan ook een beetje aan Portable Class Libraries denken, dat soort ideeën, als je dat even afgeslankt hebt? Ja, dat Portable Class Libraries, daar gaat Jonathan wat meer over vertellen als hij het gaat hebben over .NET Standard, wat daar de relatie mee is. Maar eigenlijk is het gewoon een .NET framework waarmee je applicaties kunt bouwen. Alleen niet alle API's zitten erin, dat is eigenlijk het enige. Ja. En dat betekent ook dat je het ook op macOS en op Linux kunt draaien. Dat zal ik zo ook een aantal dingen van laten zien. Het is volledig open source. Dus je kunt eraan contributen, je kunt de code zien. Echt super cool. Er is ook een hele actieve community rondom. Maar het is wel supported. Dus ik zal ook straks even laten zien. Er zijn verschillende varianten van het framework, verschillende versies. En het is gewoon volledig supported door Microsoft. Dus je kunt er gewoon productie op draaien. En ik zal even hierop klikken. Er is gewoon een GitHub. Een pagina waar allerlei repositories onder zitten. En daarin zitten alle spulletjes van .NET Core. Nou, je ziet hier een hele batterij aan repos. Bijvoorbeeld de Core CLR, de Common Language Runtime. Er zitten dingen in als het Core FX. Dat is het framework met alle libraries. Daar ga ik zo nog wel wat over vertellen. Cool. En dit is allemaal in te zien. Dat kan je aan contributen. Is echt, je kunt precies zien wat er allemaal aan gaat. Dus iedereen kan nu zijn eigen versie van .NET Core gaan draaien. In principe wel, ja. maar goed, ze hebben liever dat je gewoon bugs fixt en feature request implementeert. Maar je kunt in principe gewoon een pull request doen op het framework of op de CLR of op. Ja. Noem het maar op. Dus dat is wel echt heel gaaf. En dat simuleren is ook ontzettend. Wat daarnaast nog wel heel mooi is aan .NET Core is dat je een heel flexibel deployment model hebt. Ik zal straks ook even laten zien. In principe kun je de .NET Core applicatie zou je gewoon helemaal self-contained ergens neer kunnen zetten. En dat betekent ook dat ik meerdere versies van het .NET framework op één machine kan hebben. Okay. En terwijl je dus voorheen eigenlijk moest gaan kijken, welke versie heb ik op deze Windows machine? Yeah. Dat maakt nu niet meer uit. Je krijgt nu het framework eigenlijk meegeshipped met je applicatie. Daar zal ik straks ook nog even wat meer van laten zien. En dat betekent ook dat het very cloud-friendly is. Ja. Want in de cloud, als jij gewoon een self-contained app gewoon kan pushen naar een of andere hosting provider, dan kan je daar je applicatie draaien. Ja. Dus dat is heel container-friendly. En heel container-friendly, dat gaan we zo ook nog even laten zien. Daarnaast heb je een hele batterij met tooling, uiteraard voor Visual Studio. Dus eigenlijk Visual Studio 2015 Update 3, maar ook de nieuwste Visual Studio 2017. Ja. Daar kan je gewoon volledig applicaties bouwen met .NET Core. Maar er zijn ook allerlei command-line tools, zodat je ook op andere manieren applicaties kunt bouwen. Jonathan gaat de developer experience rondom .NET Core laten zien. En daar gaat hij ook Visual Studio laten zien. Ik zal vandaag eigenlijk alleen command line en Visual Studio Code gebruiken. Okay. En dat is eigenlijk wel belangrijk. Wil je hier nou mee aan de slag? Ga naar .NET. In het Engels is het .NET, een beetje awkward. Maar als je daar naartoe gaat, dan kom je eigenlijk op een soort landing page. En daar vind je alles rondom .NET. En dat is in het begin wel even wennen, want dit is ook alles van .NET. Dus als ik bijvoorbeeld, je kunt hier gaan leren over, hoe kan ik in C# kan ik software schrijven. En als ik bijvoorbeeld naar de documentatie toe ga, dan kom je eigenlijk ook op een landingpage waar niet alleen maar .NET Core staat, want dat zie je hier, maar ook gewoon .NET. Ja. Dus ook iemand die zegt, ik kom vanuit Python, maar ik wil eigenlijk .NET gaan doen, is dit ook een pagina om echt gewoon vanaf scratch te beginnen. Ja. Maar wil je specifiek .NET Core dingen zien, dan zit je in deze hoek. En zelfs Visual Basic. Ja, Visual Basic. Je kunt ook nog steeds in Visual Basic .NET dingen bouwen. F#, dus er zijn ook verschillende talen beschikbaar.
En deze documentatie wordt steeds beter en beter. Is ook open source. Toevallig gisteravond nog weer een contribution gedaan op een of ander document. Waar ik wat typo's in zag. Dus je kunt daar gewoon aan meewerken. Als je. Ja. Dus dat is wel heel gaaf. Maar dit is echt een aanrader als je meer wil leren over .NET Core. Tot en met de volledige API reference. Van wat zit er nou allemaal in. Dus dat is echt eentje die je niet moet missen. Nou, als je dan gaat kijken van wat is dan .NET Core, dit is eigenlijk een versimpelde weergave van wat daar nou eigenlijk allemaal in zit. Je hebt uiteindelijk de .NET Runtime nodig, want je moet ergens een keer processen kunnen gaan starten. Dat is eigenlijk de Core CLR, Common Language Runtime. Dan heb je de batterij en base class libraries, die we ook kennen uit .NET, maar dan een .NET Core variant, die heet CoreFX. Dan is er een belangrijk laagje, en ja, dat is niet echt een laagje, maar daar gaat Jonathan alles over vertellen. Dat is de .NET Standard en dat is eigenlijk de API-specificatie. Van wat kan ik nou eigenlijk allemaal gebruiken aan APIs op de verschillende .NET platformen? Ja, ja, dus dat is meer een interface laag, niet echt de implementatie. Nee, klopt. Ja. Dat is eigenlijk van ja, waar kan ik eigenlijk met mijn applicatie tegenaan babbelen? En ook als je library developer bent, is dat heel belangrijk, want daarmee kun je aangeven op welke platformen jouw library allemaal gebruikt kan worden. Nou, dan vervolgens heb je daaronder, ja, dat noem je eigenlijk de SDK. En dat is eigenlijk een verzameling van tools. En natuurlijk allerlei compilers, zoals Roslyn die daarin zit. Om uiteindelijk de code zeg maar op het asfalt te krijgen. En te zorgen dat je dingen kunt executeren. Dus dat is eigenlijk in een nutshell wat er is. Nou, en dan als je gaat kijken naar versies. Er is best wel wat veranderingen zijn er geweest in de afgelopen periode. Ik weet niet of mensen zich nog DNX kunnen herinneren. Dat was de .NET Execution Environment. Van daaruit zijn we eigenlijk naar Core gegaan, .NET Core. En er zijn een aantal verschillende versies in omloop. En wat wel belangrijk is, is dat er nu eigenlijk twee stromingen zijn. Je hebt een LTS-stroming, en die zien we hier. En dat staat voor Long Term Support. En de versie van het .NET Core framework is daar 1.03. Okay. Dat is ook de versie die in principe 3 jaar lang gesupport wordt door Microsoft. En waar je in principe in productie mee aan de slag zou gaan. Daarnaast is er ook nog een current. Ja. En die current, dat zijn eigenlijk de laatste bits. Bij de pre-release. Klopt. Zijn ook supported. En dus wat dat betreft kan je daar ook wel mee aan de slag. Alleen, de volgende keer dat er een current uitkomt, dan is deze eigenlijk weer obsolete. En moet je in principe binnen een maand overstappen op de nieuwe versie. Dus die LTS is ook een wat meer, een wat langere cadans. Ja. En je kunt eigenlijk kiezen, zeg maar, welke versie wil ik hebben. Wat er ook wel handig is om te weten, is dat de versie van de tooling, dus de SDK, die staat los van het framework. Dus je ziet ook bijvoorbeeld dat als je de LTS-versie pakt, dan zit je op 1.0.0 preview 2.1. Die tools waren ook nog niet final. Maar wat ik op mijn machine heb geïnstalleerd en wat wij vandaag gaan laten zien, dat is 1.0.0 release candidate 4. Okay. En dat is nog release candidate, maar met de release van Visual Studio 2017 zal dit ook uiteindelijk RTM worden. Nou, dat kun je eigenlijk op je machine wel zien. Hier zie je eigenlijk een lijstje staan. Dat staat in programfiles .NET shared en dan microsoft.netcore.app. Daar zie je eigenlijk de verschillende versies staan. En zo zie je dat ik al verschillende versies van het .NET framework op mijn machine heb staan. En die staan gewoon netjes naast elkaar. En dat kan gewoon. Dit is eigenlijk de SDK-folder. Die staat in programfiles.NET SDK. En dan zie je ook dat ik heel wat previews heb geïnstalleerd in de loop der tijd. Waarbij die RC4 en dan build 4771 is eigenlijk de huidige versie die ik gebruik. En wat wel belangrijk is om te vertellen, er zijn eigenlijk twee verschillende manieren waarop die projecten in elkaar zitten. Je hebt de project.json stroming. Ja. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke manier hoe projecten zeg maar, werden weergegeven binnen .NET Core. En ze zijn nu langzamerhand aan het overstappen naar CSProj. Ja. Ja, en eigenlijk is dat ook de way to go. Dus ik zal ook vandaag in alle demo's zullen we ook uitgaan van CSProj. Want dat is eigenlijk zoals het ook in de RTM terechtkomt. Ja, en dat de grootste reden waarom ze dat gedaan hebben is omdat Project JSON werd niet ondersteund door MS Build. En eigenlijk alle overige tooling binnen het Microsoft platform werkt gewoon op basis van MS Build. Ja. Dus dan hebben ze ervoor gekozen om over te stappen naar CSProj. Nou, dat is XML, dus daar werden een heleboel mensen weer minder blij van. Ja. Maar ze hebben wel alle goede dingen uit Project JSON meegenomen naar CSProj. En dat is nu de manier waarop dat werkt. Dat zal ik zo even laten zien. Nou, die twee kunnen prima naast elkaar bestaan op één machine. En je kunt op basis van Global JSON, zal ik zo even laten zien, kan je ook gewoon echt een specifieke versie selecteren voor het project waar je mee bezig bent. Okay. Dus je kunt ze allemaal gebruiken. Cool. Die tooling, zoals ik al zei, voor Visual Studio, daar kun je gewoon zeggen File, New Project. En dan heb je een hele .NET Core sectie waar allerlei .NET Core projecten in zitten. Daar ga ik verder niks van laten zien, daar gaat Jonathan helemaal op in. Ja. Wat ik wil laten zien is even, hoe ga je dat nou met de .NET CLI, de Command Line Interface, doen. Dus, without further ado. Past ook wel mooi, hebben we het hele open source idee. Een beetje command line erbij. Een command line. Wat ik hier heb hier een lege Git repo.
En wat .NET eigenlijk biedt, is een commando .NET. Ja. En nou, daar zitten allerlei subcommando's in. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, welke versie van de .NET tooling heb ik hier? En in dit geval, zoals gezegd, die RC4, de laatste versie die beschikbaar was voor de en hij kiest nu zeg maar, de hoogste versie ja. die je hebt in jouw ja, de laatst geïnstalleerde versie. Ja, ja. Als ik hier bijvoorbeeld kijk, ik heb hier nog een folder Project JSON. En daar staat een faaltje in Global JSON. Ja. Als ik daarin kijk, dan zeg ik eigenlijk van, hey, voor dit project wat hier binnen zit, moet je eigenlijk deze specifieke versie gebruiken. En wat je dan ook ziet gebeuren, als ik hier zeg .NET nieuw, dat is een manier om nieuwe applicaties te bouwen. Laat ik zo nog wel wat meer van zien op basis van een template. Het eigenlijk hetzelfde als dat je in Visual Studio een file nieuw project doet. Exact. Nou, en als je nu ziet wat hij hier gemaakt heeft, hier een project.json en een program.cs. Ja. En die project.json is zeg maar de oude manier om zo'n project te doen. Ja. Nou, als ik dat hier doe, dus als ik dat met de nieuwe versie van de tool doe, dus ik zeg hier .NET new, dan zul je zien dat het veel uitgebreider is. Ah, zit een hele batterij aan templates in, ook voor webprojecten en dergelijke. En zo kan je dus eigenlijk vanaf scratch heel snel beginnen met een project. Dus als ik bijvoorbeeld zeg .NET new en dan wil ik een console applicatie en die noem ik My Cool App. En die wil ik ook in de folder hebben My Cool App. Nou, gaat hij aan de slag en dan zal hij een folder aanmaken, MyCoolApp. Ja. En daarbinnen heeft hij nu gewoon een MyCoolApp.cs project gemaakt. En een program.cs. En dit is eigenlijk een volledig project. Nou, wat ik nu kan doen is, kan bijvoorbeeld zeggen, start Visual Studio Code maar in deze folder. Dan gaat hij Visual Studio Code opstarten. En dan vervolgens zie je mijn project hier. Dit is die CSPROI-file en je ziet al dat ding is ontzettend afgesloten. Oorspronkelijk zat hij helemaal vol met allerlei references en dergelijke. Ja. Nou, nu geef je eigenlijk al aan van ja, ik ben bezig met .NET SDK, ik heb een executable en het target framework. En dat heeft weer te maken met die .NET standard. Dus in dit geval een .NET Core app 1.0. Nou, ga ik nu verder niet op in. Maar dat wil gewoon zeggen, ja, dit is een .NET Core applicatie. Precies. Jonathan gaat daar alles over vertellen. Als we in die program.cs gaan kijken, dit is eigenlijk gewoon .NET zoals we dat al kennen. Dus iedereen die .NET kan programmeren, die snapt dit. Nou, Visual Studio Code begint nu te klagen. Die zegt van, hey, ik heb allerlei coole tools voor jou om binnen Visual Studio Code te kunnen debuggen en dit te kunnen starten. Nou ja, ik vind het prima. Reklame. Installeer die maar. Dan zie je hier ook dat er een Visual Studio Code mapje bij komt met allerlei coole stuff. En hij zegt, en dat is wel grappig, want je ziet nu al die squigglies hier, van, hey, wacht eens even, je hebt allerlei dingen gebruikt, maar ik snap niet wat het is. En daaraan kun je dus zien dat het .NET Framework ook binnengehaald wordt als een NuGets package. Okay. Want hij zegt nu, wil je dat ik dat voor jou ga restoren? Nou, ik ga dat nu even niet doen, want ik wil dat even zelf doen. Dus want, al die base class libraries die je normaal standaard al hebt, die komen nu allemaal via NuGets. Via NuGets komen die binnen en die heeft hij hier dus nog niet. Dus hij weet niet wat console is bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat ik nu kan doen, op de command line, .NET als commando, die heeft ook een restore command. En wat hij dan gaat doen is op basis van de definitie in die CSPROI-file, gaat hij de benodigde libraries downloaden. Oké. Okay. En dan zou je denken van, ja, daar stond helemaal niet zoveel in. Je ziet ook die squigglies nu verdwijnen. Dus nu snapt hij in één keer wat dit is. Ja. Hey, dit is C-sharp en dat snap ik. Daar kan ik wat mee. Nou, wat dat heeft te maken met het feit dat doordat je dit zegt, dat je zegt van, nou, ik ben een .NET Core app 1.0. Ja. Daar bestaat een soort meta-package, zoals dat heet, op NuGet. Die zegt, oh, als je dat wil, dan heb je deze libraries al. In ieder geval deze basic set aan. Exact, okay. Ja. Jonathan gaat daar van alles nog over vertellen, maar... Oh, cool. Fijn dat dat gewoon met één regeltje te doen is. Ja. Nou, wat ik nu zou kunnen doen is bijvoorbeeld .NET run. En dan zal die applicatie starten. Nou, en als je net gezien hebt, die program.cs, die deed niet zoveel. Die zegt gewoon hello world, maar dit doet hij. Cool. Nou, als we zeggen van ja, dit vinden we niet zo interessant. We willen hier wat leukers doen. Om te laten zien dat dit gewoon .NET is. Wat ik hier doe, ik doe even een HTTP request. Dus ik heb een system.net.http.http client. En wat ik hier doe is een stukje ASCII art ophalen. Uiteraard. En als ik deze file nu save en ik zeg weer .NET run, dan zal die onder water dat ding starten. En dan zien we in één keer .NET Core Rocks. Kijk. Awesome. Awesome. Nou, ik zei net al, hè, .NET is cross-platform. Dus je kunt het ook op andere platformen doen. Dus wat wel grappig is, als ik nu zeg, ik push deze spulletjes even naar mijn Git repo. Ja. Git commit. Ja, wat is, als we in die CSPROI kijken, dan stond er ook nog een output type of iets dergelijks. Mm-hmm. Dan stond executable. Ja. Exe. En hoe rijm ik dat met, als ik het op macOS, want daar heb ik geen .exe van. Nee. Nou, dat heeft te maken met publishing, dat laat ik zo nog even zien. Okay. In dit geval, omdat ik .NET run doe, pakt hij gewoon eigenlijk de source files en op dat moment compileert hij dat ding op dat moment en start hij gewoon de applicatie. Die heeft hij geen exe voor nodig. Okay, ja. Bij publishing is dat wel van belang, dat laat ik zo nog even zien. Oké, cool.
Nou, wat ik nu gedaan heb, deze app heb ik gepusht naar een Git repo. Ja. En wat ik nu kan doen, ik zou nu bijvoorbeeld kunnen overstappen naar een Linux machine. Ja. Die ik hier heb staan. Dit is even een virtual machine op jou. Dit is een virtual machine, ja. Nee, die draait in Azure. En daar heb ik diezelfde repo. Dus als ik hier zeg Git pull, als het goed is komen die spulletjes dan deze kant op. Nou, dan zie je die MyCool app. Nou, daar staat hij weer. Dat is dezelfde file. Nou, dan doe ik eerst .NET restore, want ik moet wel de libraries binnenhalen voor dit project. Ja, die zijn niet meegepublished. Die zijn niet meegepublished, uiteraard, alleen de source code. En als ik nu zeg .NET run, dan zal die hier eigenlijk dezelfde code uitvoeren. En zien we op Linux dat die gewoon dezelfde code doet. Cool. Super awesome. Dacht ik zo. Zeker. Nou, wat je zei net over dat publishen. Als je kijkt in dat project, dan zie je nu target framework is .NET Core App. Ja. Als je nou zegt van ja, ik wil eigenlijk daar op een andere manier mee omgaan. Ik wil eigenlijk gewoon een native Windows, een .exe inderdaad hebben. Of ik wil juist een Linux app die ik wil deployen. Dan moet je dat op een andere manier doen. Daar kom ik zo nog even op terug. Okay. Even kijken, waar zijn mijn slides? Dat is deze. En dat is dit stukje. Je kunt namelijk op twee manieren deployen. Wat we net hebben gedaan is een framework dependent deploy. Ja. Dat wil zeggen, ik start .NET applicatie, ik doe een restore. Maar ik ga ervan uit dat het gros van de .NET framework gewoon op mijn machine aanwezig is. Ja, dus moet je daarvoor al geïnstalleerd hebben. Ja. En dat ziet er eigenlijk zo uit. Je hebt gewoon een shared folder, die hebben we net gezien. Ja. En vervolgens zeg je, ik deploy mijn app. En hij zegt dan ook van, oh, console, die staat in die library en die heb ik gewoon. Ja. Die staat al op de machine. En eventueel maakt hij dan gebruik van die global.json om te kijken welke versie die moet hebben. Exact, ja. Exact. Ja. Maar wat ook handig is, en dat noemen ze een self-contained app. Self-contained deployment. En wat er dan gebeurt, is dat hij eigenlijk die library, de CoreFX en de runtime die hij nodig heeft, die haalt hij dan gewoon binnen. Okay. En dan maakt hij dus één self-contained applicatie die je in principe op een kale machine neer kan zetten, waar geen .NET geïnstalleerd is, en dan start hij daar. Cool. Nou, hoe doe je dat? Dan moet je weer naar alles doe je met je project JSON. Ja. Hoe dat namelijk werkt, is dat ik dan moet gaan aangeven, hey, welke runtime wil ik eigenlijk gebruiken? En in dit geval kun je daarvoor gebruiken een runtime identifiers mapje. Element. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen Windows 10 x64, dat is mijn laptop waar ik op draai. Mm-hmm. Maar ik wil hem ook voor Ubuntu 16.04 x64. Nog één uurtje. Ja, Ubuntu is dit. Dat is een nieuwe distro. Is dat. Dat is een fork. Maar ook voor Ubuntu 16.04 x64 wil ik hem ook hebben. Ja. Nou, en wat ik nu kan gaan doen, als ik deze file save en ik zeg .NET restore, dan gaat hij die packages allemaal binnenhalen. En wat ik nu kan doen, is een .NET, en dan moet ik deze even uitklappen. Hier zie je eigenlijk, toen we net de applicatie hebben gestart, heeft hij hem ook gebuild. En dan zie je dus /debug/netcore app. En dit is eigenlijk wat eruit komt, gewoon een DLL. Ik heb dus helemaal geen exe. Ja, okay. Wat ik nu kan doen, is dat ik kan zeggen .NET publish. En dan wil ik dat doen voor runtime win10 x64. Ja. Nou, dan gaat hij dat builden. En wat je dan zal zien ontstaan, is dat hier een mapje bij komt. win10x64/publish. En daarin zit eigenlijk gewoon de hele santekraam aan libraries die hij nodig heeft. Ah, kijk. En die package je dus gewoon mee met je applicatie. Ja. En je ziet een mycoolapp.exe. Ja. En die zou je gewoon kunnen starten op Windows. En dit kan ik gewoon deployen met gewoon xcopy deploy. Dit kan je gewoon met xcopy deploy. Kan je dit, dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou, open deze file maar in die command prompt. Hier staat dat ding. Ja, nee, dus dat werkt hier niet. Maar als ik nu zeg mycoolapp.exe, dan doet hij het. Ja. En alles zit gewoon in één folder. Hetzelfde geldt voor als ik zeg van, build dat ding maar. Maar dan publish hem niet voor Windows, maar dan wil ik hem publishen voor die Ubuntu 16.04. En ik ga dat nu copy-pasten, want ik zie goed in typen. En hoe bepaalt hij nou in dit geval welke versie van .NET Core App hij zeg maar meenemen met de publish. Is dat dan weer de laatste versie? Op basis van wat jij hier specificeert als target framework. Oké. Okay. Ja. Nou, we zien dat hier nu een mapje bij is gekomen. En je ziet ook dat hier zit geen executable in, maar er zit gewoon een MyCool app in. En als ik ditzelfde bijvoorbeeld op mijn Ubuntu machine doe. Dus ik pak hetzelfde commando. Dan moet ik eerst wel even git pushen. To the cloud. Er zit trouwens ook een functie hier in Visual Studio Code waar ik dit mee kan doen. Ja. Maar als je toch met open source en Linux en zo bezig bent, dan moet je ook een command intikken in een terminal. Uiteraard. Consider it done. Dan ga ik weer naar mijn
Linux machine. Ik doe een en ik doe gewoon weer .NET publish, maar dan voor runtime Ubuntu.16.04x64. En dan gaat hij datzelfde doen. Oh, en dan krijgt hij allemaal dingen, want ik ben vergeten te restoren. Hij weet nog niet dat ik al die libraries nodig heb. Dus predefined type system string is not defined, dus hij kan hem gewoon niet vinden. Exact. Ja. Dus ik moet eerst restore doen om die dingen binnen te halen. En dan vervolgens doe ik weer een publish. Dan publish die dat naar deze folder. En daar staan dan allemaal spulletjes. En dan ga ik naar... Dan doe ik... executable maken. That's it. En dan heb ik dus een self-contained applicatie die draait. En dit is natuurlijk super makkelijk om in een container te stoppen en op die manier ook te deployen. Ja, klopt. Heel cool. En hier zie je ook dat hij die folder ook aan heeft gemaakt en hier ziet hij al die dingen erbij zet. Hoe groot is dat ongeveer? Niet naar gekeken. Want je krijgt natuurlijk wel iets grotere executables, maar ja, het levert natuurlijk heel veel voordeel op. Dat je gewoon totaal geen prerequisites aan die dark environment hebt. Nee, en omdat je dit dus gewoon in één folder, je kan dus 10 applicaties naast elkaar hebben met verschillende versies van het .NET framework, die gewoon naast elkaar op één machine bestaan. Ja. Dus nou ja, dat lijkt me wel echt. En dat stukje flexibiliteit, want dit werkt natuurlijk awesome in een container. Ja. Dat stuk flexibiliteit, dat is vooral waar .NET Core in shined. In principe, als jij gewoon applicaties bouwt en je hebt gewoon een Windows-only omgeving, ja, dan is de incentive om naar .NET Core over te gaan niet eens zo aanwezig. Maar goed, het is een compleet nieuw framework. Het is open source. Dat zijn vaak de dingen waar je dan mee bezig bent. Ik kan me wel weer voorstellen, als je in een omgeving zit met meer in de microservice-achtige omgeving, waarbij je misschien services hebben die wat langer lifecycle hebben. Exact. En services die wat eerder overgaan in nieuwe versies, dat dit heel handig is. Klopt. Nou ja, dit is ook een beetje een lijstje wat gehanteerd wordt. Dus als je cross-platform dingen wilt doen, dan pak je .NET Core. Ja. Als je dus inderdaad met microservices aan de gang gaat, dan past het heel mooi. Als je iets met containers doet, ja goed, hier staan high performance scalable systems. Maar ze zeggen ook wel van, kijk, als je nu al een applicatie hebt die op het full.NET framework is gebouwd, blijf dat dan gewoon even doen. Ga niet gewoon alles omzetten naar .NET Core, maar ga gewoon stukjes van je landschap elke keer vervangen als dat nodig is. En dan zou je daar .NET Core voor in elkaar kunnen zetten. En full.NET framework is niet weg morgen. Is niet weg, nee. En die blijft ook gewoon bestaan en dat blijft ook gewoon een supported platform. Ja. En zeker ook, en dat die volgende is vooral van belang, er zijn ook nog wel een hoop NuGet packages die je misschien gebruikt vanuit je software, die nog niet .NET Core compliant zijn. Nou, daar gaat Jonathan weer van alles over vertellen als het gaat om .NET Standard. Okay. Nou ja, goed. Dus dit is eigenlijk een beetje een overzichtje van wanneer kies ik wel of niet voor .NET Core. Los van dat natuurlijk super awesome is dat je gewoon .NET kunt bouwen en op Ubuntu of op een macOS kunt draaien, is het gewoon zeker super gaaf. Dus dat was een beetje wat ik wilde vertellen over .NET Core. Ja, nou, hartstikke cool. Ik kan eigenlijk niet wachten om er verder in te duiken. Dus ik ben heel blij dat we nu de komende weken daar de mogelijkheid voor hebben. Zeker. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En graag tot volgende week bij de volgende aflevering in deze serie. Yes. Bye. Later.